slooppanden in Woenselwest worden kunstwerk. Philip Cocu blij met 3 nieuwe internationals. En Mobiel Museum tijdens de Dutch Design Week. In de Eindhovense wijk Woenselwest wordt hard gewerkt aan de slooppanden van woningbouwcoöperatie Trudo. Ze worden omgetoverd tot ware kunstwerken. Het initiatief komt van kunstenaarscollectief Tante Nettie. De kunstenaars willen op die manier de verpaupering in de wijken tegengaan. We zijn vooral bezig met social design als Tante Nettie. En social design is heel erg erop gericht om de relatie tussen mensen en de omgeving, waarin de leefomgeving, positief te beïnvloeden. En dit valt daar heel erg onder, want zo'n dichtgeplaat huis, dat heeft een hele erg naargeestige invloed op hoe je door de wijk heen loopt. En wij willen daar een positieve draai aan geven. De kunstenaars van Tante Nettie willen graag iedereen bij het project betrekken. De buurtbewoners mogen zelf ideeën verzinnen, maar ook de kunstenaars melden zich aan voor het project. Als je alle kleuren wegdenkt en je ziet alleen de zwarte lijntjes, dan kun je in die zwarte lijntjes weer van alles fantaseren en terugdenken. Schilderijen van mij kan je eigenlijk lezen. Op een gegeven moment heb je alle figuurtjes eruit gehaald en zo. En dan is het weer toe aan iets nieuws. Ik ga van dit pand, ik ga niet traditioneel met graffiti aan de haal. Alhoewel, ik ga wel lak gebruiken. Dus de verschillende kleuren die daarachter staan in de tinten blauw. Die een beetje refereren naar industriële kleur. Wat ik wel ga doen is met touw en houtje en touwtje. Het echt ouderwetse kneuterigheid ga ik wat touw spannen. Op de voorkant van het huis. En dat refereert aan een soort raster, als een soort raamwerk. Denk aan een steiger die voor het huis staat. Dus eigenlijk de situatie daarna, als er weer gebouwd gaat worden. Maar toch vindt niet iedereen de kunstwerken op de sloophuizen mooi. Ja, ik vind het ieder zijn eigen wil, maar bepaalde ik mooi, bepaalde niet. Had het voor u gehoeven? Nee. En waarom niet? Ja, waarom wel? Het gaat toch plat? Zet maar een pot bier in, vind ik gezellig. Smaken verschillen, maar ik denk uiteindelijk dat iedereen het ermee eens is dat het altijd beter is dan zo'n metalen bekisting op een huis. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de huizen en de kunstwerken gesloopt gaan worden. Maar de kunstenaars vinden dat niet zo erg. Ik denk dat dat de beste voltooide fase is van het hele kunstwerk. Dat klopt precies dus bij mijn hele gedachtegang van dat het opbouwen en de afbraak, en dat het eigenlijk allemaal tijdelijk is. Ik probeer erbij te staan met een cameraatje, want ik vind het leuk om te filmen als het plat gaat. Tijdens de Dutch Design Week kunnen bezoekers bij Tante Nettie op de Edisonstraat een plattegrondje ophalen om de route langs de kunstwerken te lopen.